Dames en heren, welkom. We gaan beginnen. Ik spreek in het Nederlands, maar de slides zijn in het Engels en ook de documentaires in het Engels. So when you don't speak Dutch, the slides are in English and the documentary is in English. So we will try to mix Dutch and English a bit, if necessary. Welkom. Saxion heeft nog niet zo lang geleden de Sustainable Development Goals ondertekend. En daarom is het goed om er af en toe even aandacht aan te besteden van wat betekent dat dan. En binnen Saxion doen we heel veel aan heel veel van deze thema's. En het thema waar we het vandaag over gaan hebben, dat is dit thema. Dat is nummer 12 op deze lijst van 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties gesteld heeft en die allerlei organisaties ondertekenen. En het gaat hier over de vraag hoe kunnen we onze consumptie- en productiesystemen zo maken dat we daar meer verantwoordelijk mee omgaan. Want dat doen we niet echt. Onze productie- en consumptiesystemen zijn eigenlijk redelijk op de korte termijn gericht. En niet echt op de lange termijn. Nou, het titel is Closing the Loop. Dat betekent eigenlijk dat we zeggen, nou, om beter om te gaan met onze materialen in de toekomst, moeten we de kringlopen van die materialen gaan sluiten. Maar waarom moet dat nou? Er zijn eigenlijk twee redenen voor. De ene reden is, en dat is iets wat natuurlijk de aandacht vooral ook krijgt, omdat een aantal van die stromen, materialen, grondstoffen opraken. Of zo moeilijk te winnen zijn, technisch, maar ook financieel, dat het steeds lastiger wordt om daar gebruik van te maken. Dat is de eerste reden. Daarom is het slim om te zeggen, nee, we moeten ze eigenlijk, als we ze gebruikt hebben, zo goed mogelijk terugbrengen in die kringloop. Maar er is nog een tweede reden. En dat is dat als die kringlopen niet goed gesloten zijn en lekken, en dat doen ze allemaal, dan veroorzaken al die lekken in die kringloop enorme effecten. Nou, dat zijn allerlei milieueffecten die we ook zien. Dus de plastic soep is zo'n voorbeeld. Dat is eigenlijk gewoon een lek in de plastic kringloop. En sommigen zeggen, ja, plastic is per definitie verkeerd. Anderen zeggen, nee, we moeten die lekken voorkomen. We moeten de kringloop sluiten. Dan is plastic niet per definitie een verkeerd materiaal. Maar hoe je ermee omgaat. Dus dat zijn eigenlijk de twee redenen waarom het sluiten van kringlopen belangrijk is. We kennen allemaal voorbeelden. Glas, papier, metalen. Die worden eigenlijk al zo lang ingezameld en opnieuw gebruikt. Als je nieuw staal koopt van Tata Steel, dan zit er al heel veel recycled staal in. Dat is normaal. Als je nieuw glas koopt, zit er al heel veel recycled glas in. Dat is heel normaal. Spreken we eigenlijk niet eens meer over. Maar er zijn heel veel materialen, stromen, waar dat niet het geval is. En we hebben er eigenlijk voor vandaag vier uitgekozen. Ook vier waar Saxion nogal wat onderzoek naar doet. En dat zijn textiel, plastics, mineralen en bouwmaterialen. Dat is wel weer een verzameling, want dat is beton, maar dat is ook hout. En ook soms kunststoffen natuurlijk. En metalen. Die vier thema's die hebben we eigenlijk geselecteerd, omdat we zien dat Saxion hier onderzoek naar doet. Daar doen wij ook iets mee. Dus wij proberen ook daar een bijdrage te leveren. Maar let op, het sluiten van kringloop is niet alleen een technisch vraagstuk. Dat is het natuurlijk ook, en heel belangrijk, want als het ons niet lukt om die materialen na gebruik op een hoog kwaliteitsniveau terug te brengen in de kringloop, dan gaat het niet werken. Want wij willen geen inferieure kwaliteit voor nieuwe producten. Dus die kwaliteit moeten we wel halen, ook met materialen die al een keer gebruikt zijn. Dat is moeilijk, dus daar doen we heel veel onderzoek naar en dat is lastig. Maar zelfs al kan het technisch, dan gebeurt het soms toch niet. Omdat het te duur is, dus we doen het niet. Of omdat het te ingewikkeld is om te organiseren. Of zelfs omdat het wettelijk verboden is. Ook die voorbeelden kennen we. Dat maakt het ingewikkeld. Dus eigenlijk zeggen we hier, wil je kringlopen sluiten, moet je interdisciplinair gaan werken. Want anders lukt dat nooit. En ze hebben elkaar nodig, die disciplines. Nou, wat gaan we doen? We gaan zo de documentaire bekijken. We gaan hem niet helemaal afkijken. We kijken 1 uur. Er komen allerlei voorbeelden uit verschillende werelddelen naar voren, verschillende sectoren. Dan ga ik 5 mensen interviewen, kort, en die vertegenwoordigen de 5 thema's. Dus plastics, textiel, mineralen, bouwmaterialen en als 5e de businessmodellen. Dus de bedrijfskundige kant. We laten ook een paar korte filmpjes zien daartussendoor van wat die onderzoeksgroepen van Saxion al doen op die thema's. Daarna zullen ze een korte stelling toelichten. En als ze dat alle 5 gedaan hebben, dan gaan we uit elkaar. En dan gaan we naar Café Pafraat.
En dan gaan we in groepen over die stellingen spreken. Onder het genot van een vegaburger en een glaasje water met citroen. Oké, dan gaan we nu een uur lang de documentaire kijken. Het licht gaat uit, dus schrik daar niet van. We zitten even in de bioscoop zo. We gaan de film stoppen, we doen het licht weer aan, dus let even op. Schrik er niet van. Mag ik 5 heren vragen naar voren te komen? Rick, Martijn, Theo, Ivo en Jens. En pak even een stoel erbij. We gaan even laten zien wat Saxion doet op al dit soort thema's. In de film laten ze een heleboel voorbeelden zien uit allerlei windstreken uit heel de wereld eigenlijk. Maar binnen Saxion gebeurt ook van alles. Zowel door onderzoeksgroepen, lectoraten genoemd vaak, maar ook met studenten soms in allerlei projecten, smart solutions semester, stages, afstuderen. Dus er gebeurt veel meer. Hiervoor in het halletje staat een tentoonstelling waar we allerlei dingen laten zien, die we ook binnen Saxion allemaal doen. Dus die blijft nog een hele week staan. Maar we gaan nu deze 5 heren kort een paar vragen stellen. En we beginnen even met Rick. Rick zit hier als tweede. Rick is onderzoeker bij een onderzoeksgroep die onderzoek doet naar lichtgewicht construeren. Maar ook de onderzoeksgroep Industrial Design doet veel met plastics. Dus daarom hebben ze even samengevoegd tot één thema. Het thema plastics. En ik wil even aan Rick vragen. Rick, wat vond jij van de documentaire? Ja, in de documentaire zie je eigenlijk dat het gaat natuurlijk om één probleem. En dat is namelijk het sluiten van de keten. Maar je ziet dat eigenlijk, dat is denk ik wel de bottom line van het verhaal, van alle voorbeelden die je ziet, dat er heel erg veel deeloplossingen zijn. Er is niet één oplossing om een circular economy te kunnen bereiken. Op zich klinkt het logisch, maar het gevolg daarvan is ook dat er duizenden deeloplossingen bestaan die allemaal samen de oplossing gaan vormen. Er is niet één oplossing. En in het begin van de film zie je van, oké, hoe gaan we dit in godsnaam oplossen? Ja, eigenlijk is het antwoord door allemaal met z'n allen een stukje te doen. En dat maakt ook dat je heel veel kansjes hebt. Allemaal kansjes, eigenlijk zijn alle individuele kansen best wel heel erg interessant. Waardoor, dat zie je ook, dat mensen enthousiast worden van dingen. Elke oplossing is er één en is allemaal noodzakelijk om samen een totaalplossing te maken. En van die ene oplossing, daar kun je best wel business van maken op individueel niveau. Die voorbeelden zitten ook in. Kun je iets zeggen over wat voor onderzoek jullie doen? dat wat ik nu zo schets, dat geldt trouwens in het bijzonder voor de kunststoffenrecyclingketen. Er zijn natuurlijk de afgelopen 10, 20 jaar bepaalde materialen zijn al behoorlijk goed circulair geworden, zoals glas bijvoorbeeld. Dat circulair maken van glas is ook een stuk eenvoudiger eigenlijk, durf ik te zeggen, terwijl ik helemaal geen bal van glas weet. Maar ik weet wel van kunststoffen, het is erg complex. Er zijn heel veel soorten, er zijn heel veel deelproblemen, er zijn eigenlijk duizenden deelproblemen. Kleuren, noem maar op. Wat wij deden, dat ga je zo niet zien, maar wat wij gedaan hebben is juist de kunststoffen die eigenlijk niet meer goed te recyclen zijn, want we proberen telkens bijna virgin kwaliteit terug te krijgen. Dat kost heel veel geld en moeite. Je kunt ook zeggen van nou, laten we dat kunststof wat we eigenlijk moeten verbranden, omdat we eigenlijk niet goed meer weten wat we mee moeten, waarom zouden we daar niet iets heel anders mee doen? Dan zouden we iets supersterks van kunnen maken. Dus we hebben daar glasvezels ingestopt en dat materiaal gewoon 10 keer zo sterk gemaakt als wat het was toen het ooit voor het eerst gebruikt ging worden. En dan laten we even een filmpje van zien? Nee, dan kom ik nog met het volgende verhaal ervan. En dan zeg ik van oké, je moet me nu even op blauwe ogen geloven dat het super gaaf is dat we het gedaan hebben. De volgende vraag die je zult stellen is van ja, maar wat gebeurt daar dan toch live mee? Ja. En daar laten we de oplossing van zien in dit filmpje. We gaan laten zien dat we die super goede materialen eigenlijk veel mooier waren dan toen het ooit begonnen was, ga ik te lang. Dat die perfect gerecycled kunnen worden. Dat deelprobleem ook wel. We laten het filmpje even zien. Ja. Dat is één van de onderzoeken die zij. Thank you.
dit als voorbeeld, ze doen meer projecten. Dan mag je nu even je stelling toelichten die we zo dadelijk in de groep gaan bespreken, Rick. Ja, de microfoon. Wat mag ik hiervan zeggen? Waarom dit, ik dit vind? Jij stelt dit, waarom vind je dit? Ja, nou, vanwege al die problemen kost het best veel, en vooral de oplossingen daarvoor, kost het heel veel moeite om producten terug te brengen naar een basisgrondstof. En onze uitputting van de resources, die heeft natuurlijk, de petrochemische industrie heeft natuurlijk al 50 jaar lang hard gewerkt om het proces zo efficiënt mogelijk te krijgen, om maar zo goedkoop mogelijk grondstoffen aan te leveren om kunststoffen te maken. En onze recyclingindustrie die moet nog beginnen om dat allemaal zo efficiënt mogelijk voor elkaar te krijgen. Het kan niet zo zijn dat het goedkoper is om iets helemaal uit een bron, uit de Noordpool te halen, helemaal naar Nederland of waar door maar heen te verschepen, het te klaren, door de haven heen te halen, de transport enzovoort, en dan door de processingfabrieken heen. En dat dat dan uiteindelijk goedkoper is dan het kunststof wat je feit al in je handen hebt en alleen nog eventjes geregenereerd hoeft te worden. Omdat het toch wel zo is. Dus je zegt, als recyclede kunststoffen willen concurreren met nieuwe grondstoffen, dan moet er een grondstoffenbelasting komen, anders gaat het niet lukken. Okay. Ja, om het zeker te versnellen, ja. Ja, dat gaan we zo bespreken met mensen die daar interesse voor hebben. Dan gaan we door naar Martijn. Martijn doet onderzoek bij de Duurzame Energiegroep, maar energie en water, zagen we net in het filmpje ook al, hebben vaak met elkaar te maken. Vooral afvalwater, mest, bevat mineralen, maar je kunt er ook energie uit winnen. Wat vond jij van de film? Eerst vond ik het erg negatief. In het begin vond ik zeer zwaar aangezet. Dat er geen hoop is meer voor de planeet, behalve als we... Maar gelukkig werd er ook gezegd dat het hoopvol is als we juist met alle oplossingen die er zijn. En dat was goed om te zien. Ja. Het punt zeg maar wat meer met mijn onderwerp direct raakt. Dat hebben we gezien. Ik denk dat dat heel goed liet zien wat je uit resten, voedingsresten en ook mest kan halen. De persoon gaf heel goed aan van op de vraag waarom doen we die maar niet op een grote schaal? Ja, dat is regelgeving. En nou ja, daar komen we straks op. Daar komen we zo op terug. Daar ligt mijn stelling ook, deels. Wat daar iets minder, en dat vond ik bij alle dingen een beetje ondergeschoven, is er wordt echt gekeken naar de materialenkant en niet naar dus de energiekant die je nodig hebt. Om, ja. Al die, dus als je wilt recyclen, dus daar is gewoon energie voor nodig en daar werd niet op ingegaan. Klopt. En ja. De biogasproductie werd gelijk verbrand hier. Dat is, doet mij pijn aan het hart om te zien dat het gelijk in elektriciteit wordt omgezet in plaats van dat opnieuw in het grid wordt gestopt en de CO2 die uit je biogas kwam, dat je dat weer terug kan pompen naar bijvoorbeeld kassen om allerlei nieuwe groenten weer, dus groenten uit groenten. Oké. Jullie werken samen met alle partijen in Twente in wat heet de Mineral Valley. Ja. We laten een kort stukje van het filmpje zien van de Mineral Valley nu. En dan gaan we naar je stelling. Het wordt steeds belangrijker om afval om te zetten in bruikbare grondstoffen. Met onze regionale partners willen we graag werken aan het creëren van duurzame kringlopen. Een mooi voorbeeld daarvan is het verwaarden van mest en het slim gebruik van organische meststoffen. Om zodoende de bodemkwaliteit in Twente op peil te houden. We hebben een gezonde, vruchtbare Twentse bodem nodig. Slimme mestverwerking. En we willen graag een goed nauw contact houden met onze voedselproducenten die een en ander vermarkten. Zodat we een goed en gezond product kunnen verkopen van Twentse bodem. Een gezonde bodem is essentieel, zowel voor een duurzame landbouwproductie als voor een klimaatbestendig waterbeheer. Ondernemen met een gezonde bodem is beter voor het milieu en levert meer op voor je bedrijf. Ons ultieme doel is een, ik zeg wel soms gekscherend, een worldwide groen gasweb. Mijn ultieme droom. Mijn
Mineral Valley helpt om partijen in de keten samen te brengen. Samen gaan we het doen. Landbouw kent verschillende uitdagingen die om innovatief denken en handelen vragen. Daaraan willen wij met andere kennisinstellingen en in samenwerking met agrarische ondernemers werken. De landbouw is immers een van de meest innovatieve sectoren. De productie van voedsel, voor nu en in de toekomst, dat begint bij een gezonde bodem. Een gezonde bodem heeft de juiste structuur en voldoende organische stof, zodat de planten in de bodem snel en intensief kunnen doorwortelen. De bodem kan beter water en mineralen opnemen en vasthouden. Het bodemleven zorgt vervolgens voor een optimale groei van gewassen. Als we de mineralen en organische stoffen opvangen en verwaarden, kunnen we de kringloop sluiten en nieuwe bedrijvigheid creëren. Dat is beter voor het bedrijf en het milieu. Dit als voorbeeld van het thema mineralen, ook die willen we allemaal terug in de kringloop. Jouw stelling, Martijn. Kun je me even kort toelichten? Waarom is dit jouw stelling? Nou, op dit moment is het niet mogelijk uit wetgeving om de mineralen die je terughaalt uit mest of uit afvalwater, om die ook gelijk weer op het land te gebruiken. En het is, ik vind het lastig uitleggen, of ik kan het eigenlijk niet eens uitleggen, dat een boer, enerzijds werken wij aan projecten om de stikstof, fosfaat, kalium uit dit soort stromen te halen en, van andere, en die moeten worden afgevoerd. En anderzijds haalt de boer, moet dat gewoon inkopen als kunstmest. En ik kan het niet uitleggen waarom dat zo is. Daar zullen we mensen die wat van regelgeving van weten om dat precies. Het is een juridisch vraagstuk. De wet maakt het nu onmogelijk of moeilijk. Moeilijk heb ik vooral. Ja. Niet onmogelijk, maar wel heel moeilijk om die mineralen terug te brengen in de landbouw. En dat zou je natuurlijk willen. Dat is het sluiten van de kringloop. Precies, het sluiten van de kringloop. En ik denk dat hier ook nog achter zit dat je het niet alleen lokaal wil sluiten, want dat gebeurt wel vrij goed, maar dat je het ook op wereldniveau op alle schaal wil sluiten. Dus op dit moment halen we voedingsstoffen uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika voor ons vee. Ja. En het fosfaat wat daaruit komt, leiden uit op ons land. Dus ons land wordt verrijkt in fosfaat, terwijl ze daar verarmen. Oké, dankjewel. Wie interesse heeft in deze stelling mag zo naar de groep van Martijn. Dan gaan we nu naar de derde. Dat is Ivo. Ivo zit helemaal links. Ivo, wat vond jij van deze documentaire? Ik vond hem inspirerend. Veel voorbeelden kende ik al persoonlijk. Maar toch om het nog een keer zo in beeld te zien, dat vind ik wel heel mooi. Ik moet wel zeggen, hij is heel erg gefocust op allerhande technische oplossingen. Ik vond dat de zakelijke kant echt onderbelicht bleef. Van goh, hoe heb je dit nou allemaal weten te organiseren? En wie financiert dit? Wie betaalt dat? Ja. Wie zorgt ervoor dat dit financieel ook allemaal lukt? En dat is natuurlijk ook precies wat jullie onderzoeksgroep wil. Hè? Hoe ontwikkel je nu een businessmodel? Want technisch kan er misschien van alles, maar hoe krijg je het als business in de markt? En hoe financier je het? Hoe organiseer je het? Het werd ook al een keer genoemd in de documentaire. Van goh, technisch is het heel mooi. En als we het in het lab kunnen doen, prachtig. Maar als het daar blijft, hebben we niks aan. We gaan even naar een filmpje kijken, want dan leg je uit wat jij doet in de onderzoeksgroep. Ik ben Ivo Kotman. Ik werk al 4 jaar bij Saxion als docent. Ik werk ook bij het lectoraat businessmodellen. En daar doe ik onderzoek naar businessmodellen voor de circulaire economie. De rol van het lectoraat businessmodellen in het sluiten van materiële kringlopen is dat we al heel veel technische oplossingen hebben bedacht om kringlopen te kunnen sluiten. Maar dat vaak nog ontbreekt hoe we dat dan gaan organiseren binnen een bedrijf. En om nou uit de hoek van sympathieke projecten in boomknuffelaars te komen, is het van belang dat we ook een sluitend en kloppend businessmodel hebben. Daar doen wij onderzoek naar en wij proberen ondernemers en studenten te helpen om een eigen kloppend businessmodel te realiseren. Een kringloop sluiten, dat doen bedrijven nooit alleen. Dat kan niet. Dus hebben ze andere partijen daarvoor nodig. Consumenten, bedrijven, overheden. Nou, die samen gaan werken aan waardecreatie, en dat noemen we dan collectieve waardecreatie. En als je dat organiseert, dan spreken we van een businessmodel. Om dat businessmodel kloppend te maken, heb je ook een geldig verdienmodel nodig, waarmee de activiteiten rendabel zijn. We hebben onder andere meegewerkt aan een werkboek, dat heet Circulair Organiseren. En daarin staan allerhande tips en een stappenplan om zowel ondernemers als studenten te helpen hun eigen circulaire businessmodel te maken.
In dat werkboek staan ook adviezen over hoe je een kloppend verdienmodel kunt organiseren, zodat het aansluit bij je activiteiten. We proberen dit in het onderwijs in te zetten. Nu door een module in een minor. Maar van volgend jaar hebben we een eigen minor getiteld Businessmodellen voor de Circulaire Economie. Daarnaast is Saxion trekker van de ontwikkeling van een MOOC. Dat is een online cursus, die is voor iedereen toegankelijk. Die wordt in het Nederlands en in het Engels ontwikkeld, zodat vanaf volgend jaar iedereen eigenlijk over de hele wereld toegang heeft tot deze kennis en tot deze adviezen. Oké, dankjewel. Dan gaan we meteen door naar je stelling. Kijken of die wil laten zien. Ja, deze. Kun je die even kort toelichten? In deze stelling heb ik geprobeerd ook een beetje prikkelend te zijn. Ik ga hier specifiek in op verdienstelijking, het aanbieden van producten als een dienst. Waarom moeten we onze spullen nog bezitten? Waarom moeten we eigenaar zijn van een stoel? Dat ze gewoon zeggen, ik wil gewoon zitten. En ja, of dat dan mijn stoel is of iemand anders stoel, dat maakt eigenlijk niet uit. Met een aantal producten is dat heel gewoon. Ik bedoel, wie bezit er een elektriciteitsmast? Wie bezit er een telefoonmast? Ik niet. Ik vind het heel normaal om daar te betalen voor een dienst. En ik denk dat als het met meer producten gaat gebeuren, dan krijgen de fabrikanten daarmee eigenlijk een doelstelling om hun producten ook meteen zo lang mogelijk mee te laten gaan. Want als een mobiele telefoon in één keer 10 jaar meegaat, dan wint de fabrikant en niet de consument. Oké. Jouw stelling is dat dit ook de beste manier is, hè? Producten meer als diensten aanbieden. Nou, daar kunnen mensen die interesse hebben zo over in gesprek met jou. Dan gaan we naar onze vierde groep, de textielen. Jens Oenis zit hier van de onderzoeksgroep Smart Functional Materials. Wat vond jij van de documentaire? Ja, ik vond de documentaire eigenlijk heel duidelijk. Je hebt heel veel kleine initiatieven en die zijn ook belangrijk. Maar als je later echt iets wilt bereiken op massastroomlijn, ik spreek hier voor textiel, dan is het toch wel belangrijk dat er grotere initiatieven komen en dat er ook partijen komen die daar geld in willen stoppen. Want zoals bij textiel, dat is massaproductie en pas als je ook in de massaproductie iets kunt bereiken, dan maak je echt een grote stap. En daar wachten we eigenlijk nog op dat dat gebeurt. Ja, dat is eigenlijk een probleem, zeg je. Er is wel van alles ontwikkeld, maar die grote stap, die is er nog niet. Ja, dat klopt. Ja, oké. We laten ook even filmpjes zien. Jullie hebben binnen jullie onderzoeksgroep een aparte onderzoekslijn, Sustainable Textiles. Dus dat laten we nu even zien. Every year, the demand for textile products is growing, while the resources of our planet are being rapidly depleted. The aim of our research line of sustainable textiles is to develop innovative solutions to reduce the environmental impact of textiles. Textile waste is a valuable resource. Therefore, our focus lies on mechanical and chemical recycling of textile waste to reduce the environmental impact. Saxcel, a chemically recycled textile fiber. Saxcel is a regenerated virgin fiber made from domestic cotton waste. The properties of the Saxcel products were outstanding and showed improved strength, dye, and producibility. We believe that the development of Saxcel is a hands-on opportunity to close the loop of the supply chain. Further, we work on the development of a toolbox that supports designers and brands to reduce the environmental impact of products. Our developments in the field of mechanical and chemical recycling offer companies the opportunity to make their product portfolio green and thus gain a market advantage. To realize maximum efficiency in the field of recycling, we convince companies to make work of design for recycling. This will result in the closing of the textile loop. Students and our alumni are the future when it comes to supporting the industry towards a sustainable future. Students are closely involved in the research, with assignments varying from technical analysis of locally produced fibers, design for recycling, and circular economics in the textile chain. Dat is een heel duidelijk filmpje. Dan gaan we naar jouw stelling, Jens. Kun je die kort toelichten? Ja, met textiel als grondstof hebben we het probleem dat het eigenlijk vrij laagwaardige producten zijn. Katoen kun je voor 1,20 euro, 1,50 euro kopen als het moet. En omdat wij de grondstoffen graag willen terugvullen zien, denk ik dat het nodig is dat er een statiegeld komt op textiele producten. Dat iedereen min of meer, niet gedwongen wordt, maar meer, liever de textiele producten weer terug wil brengen naar de shops en dat ze niet verdwijnen in huishoudelijk afval. Ja. Oké. Wie daarover in gesprek wil, kan dat straks ook met Jens. Dan mag de microfoon nu naar Theo, die als laatste in de rij
als lector bij Sustainable Living Environment werkt, maar we hebben nog een lectoraat van Christian Struk wat meer naar de technische kant kijkt van gebouwen. Dus dit is het thema bouwen, building materials. Theo, wat vond jij van de documentaire? Ik sluit ten eerste aan bij mijn buurman Martijn. Die zei van het begin was wel heel erg zwaar en somber. Als je dat zo hoort, dan krijg je misschien de indruk dat onze hele wereld is opgebouwd uit lineaire systemen. En niks is minder waar. Want de natuur in zichzelf is al volstrekt circulair. En ook onze menselijke maatschappij is natuurlijk volstrekt afgedwaald. Maar dat is een kwestie van, ja, laten we het even ruim nemen, de laatste twee eeuwen. Want ook daarvoor waren we een stuk circulairder. Dus ja, we hebben het vaak over innovatie als we het hebben bij circulair. Maar voor een belangrijk deel is innovatie ook het herontdekken van oude principes. En die opnieuw weer introduceren in onze huidige systemen. Ja, ja. Het tweede wat ik heel mooi vond was het voorbeeld van Tetra Pak. Waar je zeg maar uit afval iets maakt wat heel veel waarde heeft. Dus waardevermeerdering en upcyclen. Als je nu met bedrijven praat, bijna iedereen heeft de mond vol over we zijn circulair. Soms gaat het dan eigenlijk alleen maar om ordinaire afvalinzameling en dat een beetje gescheiden doen. Terwijl bij circulair gaat het ook echt wel om waardebehoud en waarde toevoegen. En ik vond het voorbeeld van Tetra Pak op zich wel aardig. Er wordt iets gecreëerd uit afval wat echt waarde heeft. Ja, oké. Okay. In het lectoraat van Sustainable Building Technology doen ze een project met een bedrijf in de regio, Webo. En dat gaat over een kozijn. En we laten even een kort filmpje zien van dat project. Webo werkt aan het circulair kozijn, omdat Webo gelooft dat wanneer je beter bouwt, je beter leeft. Vanuit deze visie zijn we altijd op zoek naar innovaties. Een circulair kozijn is een kozijn dat demontabel en herbruikbaar is, geproduceerd van gemodificeerd inlands hout. We hebben het dan over de grondstof, de productie, het gebruik, het onderhoud, de demontage en uiteindelijk het hergebruik in een nieuw product. We werken samen met Saxion omdat we op zoek waren naar deskundigheden uit de bouwkolom en bedrijfskundige aspecten. Vanuit Saxion werken wij uit het lectoraat Sustainable Building Technology en Material met de partners aan drie lijnen. De eerste gaat over het ontwikkelen van een prototype. De tweede gaat over de gevolgen voor de productie, de veranderingen en allerlei zaken die er nodig zijn. En die derde gaat over markt en geld. Een concreet voorbeeld van een onderzoek dat we samen met studenten hebben gedaan is het onderzoek naar de marktacceptatie van het circulaire kozijn. Daarbij hebben we gekeken naar wat is belangrijk voor drie belangrijke doelgroepen: architecten, aannemers en woningcorporaties. En wat is acceptabel voor de mensen ten aanzien van vergrijzing van een kozijn dat 50 jaar in een onderhoudsfase niet geverfd wordt. De komende periode werken we met de gezamenlijke projectpartners niet alleen aan keuzes, maar ook aan de doorontwikkeling. Het gaat dus om een kozijn met een betere levenscyclusanalyse, een betere milieu-impact en daarnaast om een acceptabel goed houten kozijn. Een mooi concreet voorbeeld van een product wat in de bouw natuurlijk veel gebruikt wordt. En dan gaan we naar jouw stelling, Theo. Een korte toelichting graag. Ja, het is niet zozeer een stelling, meer een vraag. Kijk, we kunnen met elkaar heel lang nadenken over hoe een circulaire bouwsector eruit ziet. En als we dat een middagje doen, dan kunnen we misschien wel een heel eind zijn met dat te ontwikkelen. Maar de kernvraag waar wij tegenaan lopen in ons onderzoek is van hoe komen we nu vanuit de huidige situatie, vanuit de lineaire sector, naar die circulaire sector toe? Hoe zetten we die beweging nou eigenlijk in gang? Omdat alle partijen die in die bouwsector zitten, hebben eigenlijk belang bij die lineaire sector. Want daar verdienen ze hun geld op. Daar zijn hun businessmodellen opgebouwd. En om dat te veranderen moet je dus nadenken van ja, hoe krijgen we nou iets eigenlijk doorgevoerd wat niemand in essentie belang bij heeft. Dus vandaar die vraag van hoe zetten we die beweging in gang. Oké, en de stelling richt zich specifiek op de bouwsector. Hè? Dus dat, dat kan in andere sectoren heel anders zijn. Oké, dank jullie wel. We worden gestoord door een boor ergens in het gebouw, maar we gaan ook uit elkaar nu. We hebben nu nog ongeveer een uur om in 5 groepen met elkaar te spreken over de stellingen en de vragen die ingebracht zijn. We gaan samen naar Pafraat, het café, en daar krijgen we ook wat te eten en te drinken. En je kunt zelf dan bij 1 van de 5 groepen aansluiten. Maar je moet je wel een beetje gelijk verdelen, zodat niet iedereen bij 1 thema zit en bij de ander helemaal niemand. Dus mag ik jullie uitnodigen om mee te lopen daar naartoe.
En dan je te verdelen over die vijf groepen.